Eveland gesproken met Jeroen van der Laan. Goedendag. De gemeenteraad van Lelystad zwaait komende week een van de meest ervaren raadsleden uit. Meta Jacobs stopt ermee. En nu echt, definitief. En ze is nu hier na een lange staat van dienst. 40 jaar actief voor de, voor de VVD. Raadslid geworden in 1998, dat lijkt lichtjaren geleden. En wethouder in Lelystad van, van 2010 tot 2014. Als we nou even vanuit dat lange termijn perspectief gaan kijken hoe het er nu voor staat hè, met de uh, lokale politiek in Lelystad. Ja, wat, wat zou je daarvan zeggen? Hoe ziet iemand met heel veel politieke ervaring de situatie nu, anno 2022? Nou, toch wel een beetje teleurstellend als je naar de opkomstpercentage kijkt van 40 procent. En wat ik toch ook wel heel erg opvallend vind, dat lokale partijen 35 procent nu van draadzetels bezetten. Dat is heel goed recht natuurlijk. Ze hebben er ook heel hard voor gewerkt. En ook zeker als je naar Jong Lelystad kijkt, dan denk ik van wat hebben wij laten liggen als gewone landelijke partijen, ja. dat zij vier zetels hebben. En ik het ze van harte. Heb je daar ook maar, een antwoord op? Wat hebben wij laten liggen? Nou, ik denk dat wij de jongelui niet goed benaderd hebben om te kijken wat zij uh, in meerwaarde voor ons kunnen betekenen. En dat vind ik best wel heel erg. We zijn zelf altijd op pad gegaan binnen onze eigen gelederen van, nou ja. Kom bij de VVD en kom op de kandidatenlijst. En dan krijgen wij steeds te horen van ja, studie, uh, studieschuld, werken, met z'n tweeën, opbouw van een huis. Dus wij hebben waarschijnlijk in de verkeerde vijver gezocht. En dat vind ik jammer. Maar daarom ben ik er wel trots op dat zij dat vier jaar geleden met twee zetels ja. en nu met vier zetels hebben bereikt. Ja, tweede partij van de stad. Ja, joh. En ik hoop echt dat ze het ook waarmaken. En dat ze ook consensus zoeken met andere partijen. Ja. En als ze iets missen qua kennis, dat ze dan ook te raden gaan. Want dat vind ik wel belangrijk, want zij hebben natuurlijk geen landelijke achterban. En dat vind ik het enige bezwaar van de landelijke, van de plaatselijke partijen, die toch redelijk stabiel zijn gebleven in Lelystad. Stel, met het ziekenhuis in de tijd zaten wij twee keer in de week bij de landelijke politiek. En die band heb je natuurlijk niet met lokale politiek. En nee, dat vind ik wel een gemis. In Den Haag, dat soort zaken, aankaarten... Ja. En dat is, vind ik wel jammer. Hm. Je kunt natuurlijk de lokale dingen heel erg goed aankaarten en luisteren naar de mensen. Maar die verbinding mis je. En... Hoewel de lokale partijen altijd zeggen, ja, wij kunnen bij alle partijen in Den Haag aankloppen, omdat we niet een band hebben met één speciale partij. Nou, misschien is dat zo, maar ik heb niet het idee dat er bepaalde partijen dan allemaal gaan luisteren naar lokale partijen. Want waar, waar leg je de grens? Hoe kijk je eigenlijk terug op je laatste raadsperiode, wat in feite een comeback was, hè? de afgelopen ja. vier jaar. Eh, ja, eigenlijk om de partijen eh, te helpen, Klopt. er waren gewoon mensen nodig. Eh, periode, ja, je zag om je heen eindeloos gewissel in het ook in de Raad met allerlei hoppende mensen van de ene naar de andere fractie. Heb je dat hoofdschuddend aangezien? Nou, ik vind het ontzettend jammer. Want weet je, mensen kiezen op een lijst een kandidaat. Daarom sta ik zelf ook niet meer op de kandidatenlijst. Want als ik dan weer voorkeursstemmen krijg... dan zeggen mensen, ja, wat doe je met die voorkeursstemmen? En dat vind ik ook niet zo netjes. Als mensen hoppen, kijk, iedereen is daar vrij in. Maar daar hebben mensen niet op gestemd. Dus, ze stemmen vaak op een partij en dan op een kandidaat van die partij. En als ik kijk naar de afgelopen vier jaar... dan is het dualisme wel heel erg ver doorgegaan. En is het een duel geworden. En als ik dan kijk naar het monisme... Had ook zeker niet alle voordelen. Want dan is alles in geregeld hè, in, in een collegeprogramma. Ja, maar Dat hadden we nog in 1998, ja. toen je begon. Ja, ja, toen zaten de wethouders, waar, maakten nog deel uit van de gemeenteraad. Ja, ik was voorzitter van de van commissie. Dus uh, ik wist precies hoe we toen werkten. Ja. En ik was wel blij met het dualisme hoor. Toch wel? Ja, verschillende meerderheden in de raad geeft gewoon een betere afspiegeling van de democratie. Ja. Dat heb ik altijd heel erg omarmd. Maar goed, nu ben je dus niet zo enthousiast over dat dualisme. Hè? Dat dualisme ja. is eigenlijk bedoeld, volgens mij, toch, om een, een grotere scheiding te creëren ja. tussen college en gemeenteraad. Klopt. De controlerende uh, taak van de raad moest dan beter tot zijn, uh, tot zijn recht komen. Uh, ja, en ook vooral meer naar buiten. En ja. dat is dus absoluut niet gebeurd. Nee. Als ik kijk hoeveel commissies we hebben. En werkgeverscommissie, er is een griffie bijgekomen natuurlijk. Hè. En allerlei andere commissies om de controlerende taak dus uit te voeren, dan heeft iedereen uh, van een partij wel een, een taak in een commissie. En als ik dan zie hoe vaak je naar buiten gaat, ja dat is een, met de buitenraad, eens in de tweeën Maanden een keer en dan moet ook maar iedereen kunnen. Ja. Dus ik vind wat de bedoeling was, minder in het stadhuis en meer naar buiten, is absoluut niet gebeurd. Nee, dus dat is mislukt. Absoluut mislukt. Ja, dat vind ik wel. Is het hele dualisme mislukt? Nou, dat denk ik niet. Want maar ik denk dat uh, we zijn begonnen in 2002, precies wat jij zegt. Ja. We zijn nu twintig jaar verder. En ik denk dat we eens goed moeten kijken naar het fine-tunen. Want er is natuurlijk ook in de wereld van alles veranderd. Mensen zijn veranderd, populisme is, is toch wel wat meer. Het egoïsme bij mensen is wat groter geworden. En je bestuurt maar voor één ding, voor je inwoners van je stad. En misschien moet dat dus wat meer weer met elkaar besproken worden. Maar, maar hoe kan je dat doen? Hè? Laat ik even naar, naar jou kijken. Ja. Je bent onlangs onderscheiden hè, met, met je naderende afscheid inricht ja. door de VVD. Ja. De, de stickerplaketten, dat is, heeft niks met een sticker te maken. Nee, maar, maar je, het is echt een groot brons ding. Ja. Ja. En, en die kreeg je toegekend. Hè, dat is een hoge onderscheiding binnen ja. de VVD, omdat je, ja, ze beschouwde je als een, ja, een echte volksvertegenwoordiger ja. Met nadruk. Uh, dat zegt misschien iets over je stijl van opereren als uh, lokaal politicus. Uh, wat, wat, wat was je kracht, denk je zelf? Nou, ik ben in 1981, was ik al lid van de VVD, gevraagd voor het uh, Agora-bestuur en uh, ook voor de ondernemersvereniging uh, in het stadshart. Dat heb ik natuurlijk. Uh, Agora-bestuur 16 jaar gedaan en ondernemersvereniging 8 jaar. Daar leer je allerlei mensen kennen. Dus ik begon met de politiek terwijl ik de. Uh, Ambtenaren kende door ja. dat soort besturen en de mensen mij kenden. Dus ik was, het was heel laagdrempelig om dus je mij kende aan de te weg, spreken. In het zat huis in de, de, de samenleving. Weg. Dat klopt. En ik heb altijd gezegd: ik hoef niet in de gemeenteraad, want ja, agrobestuur besturen en al die andere dingen, criminaliteitsprovincieprojecten, noem maar op, met de politie. Toen zei ik: van... ja, wat is dan de meerwaarde van mij in de gemeenteraad? Ah, toen zei de VVD: nou ja, weet je, toch een 98, kom nou wel op die lijst, want iedereen kent jou. Nou ja, toen had ik, uh, hadden ze hem op 10 gezet, de vergadering, en dan kwam uiteindelijk als tweede. Binnen met meeste voorkeurstemmen van heel Flevoland, en dat kwam in feite door de opbouw in je stad, en dat mis ik wel eens nu bij nieuwe raadsleden. Sommige heb ik nog nooit gezien, joh. Die hebben ook nog nooit bij sessies gezeten, nee. of die staan nu opeens op een lijst. Dan denk ik van nou hebben we die ergens gemist, of heb ik ze gemist? Ik ken ze helemaal niet. Ik heb ze nooit ergens anders in, in maatschappelijke besturen gezien. En ik denk dat als je uh, in de politiek gaat, dat je je stad moet kennen van, van onderaf. En dat is denk ik mijn kracht geweest. Ja, ja. Kroon op het werk denk ik het wethouderschap van 2010 ja. tot 2014. Het heeft toch maar één periode geduurd. Hè? Ja, dat is mijn eigen keuze geweest. Ik heb altijd gezegd, ik wil alleen maar wethouder worden in de sociale portefeuille. Dus WMO, jeugdzorg, dak en thuislozen, welzijn, eh, al dat soort zaken. Nou, dat was natuurlijk, wij waren nooit de grootste partij in 2010 voor het eerst. Ja. En toen hadden we de keuze. En toen was de decentralisatie kwam, natuurlijk. En toen zeiden de vier andere heren van: Meta, jij hebt altijd beloofd, als je. Die portefeuille krijgt, dan stop je met je bedrijf. Ze dus kon en ook word, niet anders. En dan, dan ja, word je wethouder. Toen heb hebben gezegd: dat doe ik. Ja. Maar inmiddels heb ik een bepaalde leeftijd. He, ik, ben, ik ben 69 nu geweest. Dat ik zeg: van, ik doe het maar vier jaar. Ik ga die decentralisatie ontzettend goed neerzetten in beleid. En dan mag het daarna uitgevoerd worden. En dat doe ik op een nette manier over. Ja. En de gemeenteraad heeft dat unaniem aangenomen. Ja, dus iedereen dacht, wist het. Ja, maar ik, ik dacht wel anderhalf jaar geleden toen Janneke Sparenboom stopte als wethouder ja. he, van namens de VVD. Nou is ideaal voor een ervaren rot als Meta Jacobs om de periode tot aan de verkiezingen vol te maken iets meer dan een jaar. Uh, is Klopt dat niet aan de orde. Nee, de weg? vraag is gesteld. Ik heb alleen nee gezegd, want ik vind je moet als vakgerichte wethouder opereren, en ik heb ontzettend veel verstand van de zorg. Dat zeg ik dan een beetje arrogant. Maar de portefeuille van Janneke, natuurlijk uh, weet ik daar wel het een en ander van. Maar ik bedoel met allerlei beleggers, met wonen, met dingen, dan moet je een ervaren wethouder voor nemen. En daarom hebben wij Adam gevraagd. Adem, je moet niet op, uh, ja. in het college willen zitten, terwijl je geen vaktechnische kennis hebt van je portefeuille. Vind en, ik. En nu is Echt over en uit met de lokale politiek? absoluut. Ja, uh, nou ja, dat niet op een vervelende meer. manier. Nee, hoor, nee, weet je, de mensen die er nu zitten zijn, zijn er drie hele ervaren mensen die nu in de fractie zitten. Twee dames erbij, daar ben ik heel blij om. Meer vrouwen, want ik was vaak de enige vrouw. En dan, en ja, met Mariella natuurlijk, de laatste periode, Marielle Mariella Hermes. Maar ik bedoel, ze, ze kunnen ervoor gaan en zij kunnen nu iedereen zelf opleiden. Goed, Meta Jakob, heel erg bedankt. Dank je wel. En uh, dank je wel voor uh, alle goede zaken die ik met de omroep heb nou, mogen doen. Dank voor je komst. <laughs> tot zover over Flevoland gesproken. Heel graag tot onze volgende editie volgend weekend. Dag.